live from Westcourt Hotel Delft, The Acoustic Sessions. Een dijk van een stem komt eraan. Zij schopte het tot de kwartfinales van The Voice of Holland. En sindsdien heeft ze druk. Gisteravond stond ze nog in de rij. En tussen de optredens door is zij nu bezig met het opnemen van haar eerste album. En dat is een droom die uitkomt. Zangeres Meike van der Veer. Meike, IJsselmeer. Oké. Meike van der Veer hier en Berry, en natuurlijk niet te vergeten... Alba. Alba, zeg maar, hier bij het Westcourt Hotel in Delft. Hoe vond je het optreden? Superleuk. Ja, we hebben echt genoten hier. Het is echt geweldig. Ja. Het was gezellig, hè? Die gitaar, gewoon fantastisch. Echt, Dankjewel. Het was echt heel leuk. Ja, superleuk publiek. Ja, zo knus ook hier, hè? Ja, zeker. Zeker. Ja, gewoon lekker knus. En hoe vond jij het optreden van hun? Ik vond het ook leuk. Overthrew you. She tied you to her kitchen chair. Hey, maar wat kunnen we nog meer van je verwachten? Want je bent met heel veel leuke dingen bezig. Ja, zeker. Nou ja, ik treed sowieso gewoon overal in het land op. Ja. Zoals hier, ook in Delft. Ja. Maar ik ben ook bezig met eigen werk. Ga ook binnenkort een single weer uitbrengen. Heb er net ook één uitgebracht. Oh jeetje. Ja. En Ja, want we gaan wat meemaken in 2017 natuurlijk. Ja, en ik houd altijd twee keer per jaar ook in theater in Houten. Theater aan de Slinger, een eigen concert. Meike en Friends. En er komen ook allemaal artiesten. Dus dat is ook superleuk. Volgende is 29 april. Oké, komt Olaf Alexander ook of niet? Misschien wel. En jij bent ook van harte uitgenodigd. Ja. Komt nog een rode loper, mag jij dan weer? Oh, dan ga ik... Zij ziet het al niet zitten. Denk ik dat het gewoon bij die uit. Ja, zou je het leuk vinden? Ja, heel leuk. Ja. Hartstikke leuk. Zou je nog de kerstgroeten of de nieuwjaarsgroeten willen doen? Ik wil heel graag de groeten doen en een hele fijne kerst aan mijn lieve dochter. Ja, ik wens iedereen een heel mooi, gezond en liefdevol 2017. En een hele fijne kerst. Heb jij nog een kerst? Nee, inderdaad. Zij doet de kerstgroeten niet. Maar in ieder geval, tot volgend jaar.